Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag in uitzending 1205 lezen we verder uit Zachariah 12. De vorige keer hebben we daaruit reeds het eerste vers besproken. Laten we, voor we verder gaan, nog eens de context herhalen. In hoofdstuk 11 hebben we gezien dat Zachariah twee keer als herder op moet treden. Hij begint als goede herder en laat daarmee een beeld zien van de Heer, de goede herder. Maar als het volk niets van deze herder wil weten, laat de herder hen over aan de leiders van hun eigen keuze. Maar er is ook een groepje mensen dat wel let op de profeet. Zij beseffen dat hij een woord van God spreekt. Het is van alle tijden dat de meeste mensen de herder verwerpen, maar hij ziet altijd wie hem trouw blijft ondanks wat anderen zeggen. Bij de tweede opdracht om als herder op te treden, gaat het niet om de heren als de goede herder. We zien een herder die zich niet echt om de kudde bekommert. Hij treedt op nadat de goede herder het herderschap over de kudde heeft neergelegd. Deze tweede herder wordt een dwazenherder genoemd. Dwazen in de Bijbel zijn mensen die geen rekening houden met God. Die denken dat God niet bestaat. De lijnen uit Zacharia 11 lopen langs verschillende perioden van de geschiedenis. Allereerst langs zijn eigen tijd, maar we zien er ook een verwijzing in naar de tijd van de Heer Jezus, die als goede harter zijn leven gaf. De dertig zilverlingen die Judas kreeg voor zijn verraad worden hier al vermeld. De volledige vervulling van deze profetie vindt achter aan het einde van de tijd plaats. Daar loopt het op uit. Het andere was slechts voorspel, hoe ingrijpend op zichzelf ook. De slechte herder verwijst naar de antichrist, die van zichzelf zegt dat hij de Christus is. Hij zal erop lijken, net als in openbaring 13, waarvan het beest uit de aarde wordt gezegd dat het eruit zag als het lam, maar sprak als een draak. Maar het zal maar schijn zijn. Ten diepste lijkt de slechte herder achter een niets op de goede herder. Hij is de grote tegenhanger. Zacharia 12 vers 2 Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Judah zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Jeruzalem wordt hier twee keer genoemd in dit ene vers. In Zacharia 12 tot en met 14 is de Heer steeds degene die belooft en vervult. Maar Jeruzalem is van dat spreken en handelen het voorwerp. Zijn werk komt Jeruzalem en allen die daar wonen ten goede. Maar over welk Jeruzalem gaat het? Wij weten dat er op deze vraag verschillende antwoorden worden gegeven. Namelijk het aardse Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem, Israël en de kerk. Hetzelfde geldt voor wat we in het Bijbelboek Openbaring lezen over het Nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel. De woorden van God tot de profeten gesproken zijn zo rijk dat Gods profetische woorden niet op een enkelvoudige manier te verklaren zijn. Tegen de achtergrond van de boodschap van Haggai en Zacharia mogen we zeggen, het gaat over dat Jeruzalem waar de Heer woont te midden van zijn volk Israël. Dat is immers het hart van hun profetische boodschap: dat God zijn huis wil herbouwen in Jeruzalem om daar te wonen. Hagai en Zachariah roepen op tot die herbouw. Steeds weer spreken zij van het wonder van de hernieuwde inwoning van de Heer in Jeruzalem. En dat geldt niet alleen van Hagai en Zachariah. Hetzelfde komen we tegen in een aantal psalmen, waaraan de drie laatste hoofdstukken van Zachariah doen denken. Het geheim en het fundament en de toekomst en de veiligheid van Jeruzalem staat of valt met de inwoning van de Heer. Daarbij zullen wij in het licht van het Nieuwe Testament niet langer kunnen denken aan een tempel van hout en steen. We lezen in Openbaring 21, vers 22: Ik zag geen tempel in haar, want de Heer, de almachtige God, is haar tempel en het lam. Of er dan daarvoor, wel of niet, nog een nieuwe tempel van hout en steen zal komen, daarover bestaan verschillende meningen onder christenen. Hier in Zacharia 12, vers 2, gaat het volgens ons over het aardse Jeruzalem. Het gaat over het Jeruzalem dat tot het centrum van de wereld zal worden. Als de volken onder leiding van de antichrist tegen de stad optrekken en Jeruzalem en ook de overige steden van Juda zullen belegeren. Daarmee wordt ook duidelijk wie de vijanden zijn. De Heere zegt... Ik zal Jeruzalem en Juda als een beker wijn laten zijn, waarvan de volken rondom beneveld zullen raken. Het zijn de vijanden van de Heer en daarom ook de vijanden van de stad van God, Jeruzalem. Zij die horen bij de benevelde volken staan in dienst van de oude slang, de Satan, die de koning van Israël niet te pakken heeft kunnen krijgen, en die nu oorlog voert tegen de rest van zijn kinderen. Het is deze vijanden in de eerste plaats niet om het volk van God te doen. Dat was bij de farao en koning Herodes ook al zo. En dat zal tot het einde van de geschiedenis zo zijn. De vijanden zijn vijanden van God. En zij haten de Heer. En proberen hem te raken in zijn volk en kinderen. Het liefst willen Satan en zijn trawanten God zelf doden. Ook een gelovige kan tegen die vijandschap aanlopen. Op het moment dat een mens door genade tot dat volk van de Heer gaat horen, krijgt hij of zij met die vijandschap te maken. Je hebt het misschien ook al eens gemerkt. Zachariah 12, vers 3 Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Jeruzalem zal een zware steen zijn die als een last op de wereld ligt. Dat lijkt vreemd, nietwaar? Jeruzalem is een tamelijk geïsoleerde plaats, een oude stad en objectief gezien niet zo belangrijk ondanks het feit dat het zoveel plekken heeft die heilig en betekenisvol zijn voor ons kan ik heel wat plaatsen die werelds gezien belangrijker zijn dan Jeruzalem. Maar waarom zal deze plaats zo prominent en belangrijk zijn in de laatste dagen? Hoe leg je dat uit? Wel, die stad is voor de wereld al geregeld een zware last geworden. Toch hebben we de vervulling van profetie nog niet. Ik geloof dat wat we gezien hebben niets is vergeleken met wat het in de toekomst zal zijn. Naarmate de eindtijd vordert, zullen de tegenstellingen steeds scherper worden. Steeds vaker zal er gekozen moeten worden. Steeds duidelijker zullen twee partijen zich aftekenen: het volk van de Heer en al zijn kinderen en Gods vijanden. En dat zijn zonder uitzondering alle anderen. In Jacobus 4, vers 4 staat: Weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Neutraliteit bestaat niet. Gods volk en kinderen worden steeds meer vreemdelingen op aarde. Ze kunnen met de wereld niet meedoen en de wereld kent hen ook niet. Ze hebben de Heer lief en hun hart gaat uit naar Jeruzalem. Zij zijn een vriend en metgezel van allen die de naam van de Heer respecteren en Hem dienen. Zulke mensen krijgen hoe langer hoe meer de hele wereld tegen. Maar ze hebben de Heer aan hun kant. Ook dat blijkt in Zachariah 12 heel duidelijk. Zachariah 12 gaat over de laatste belegering van Jeruzalem en de opheffing daarvan. Vers 3 begon met Op die dag. Het is een verwijzing naar de dag van de Heer. Bij de bespreking van de Bijbelboeken Jezaja, Joël, Amos en Obadja zijn we het ook regelmatig tegengekomen. Ik wil graag een aantal teksten uit het Oude Testament lezen die het ook over die dag van de Heer hebben. Jezaja 13, versen 6 tot en met 13: Weeklaag. Want de dag van de Heere is nabij. Als een verwoesting van de Almachtige komt Hij. Daarom zullen alle handen slap worden, en elk hart van stervelingen zal wegsmelten. En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren, hun gezichten zullen vlammen. Zie, de dag van de Heere komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken. En zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slachtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal ik vernederen. Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud, en mensen zeldzamer. Dan het fijne goud van Ophir. Daarom zal ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de Heeren van de legermachten en om de dag van zijn brandende toorn. Amos 5, versen 18 tot en met 20. Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de Heeren. Wat zal voor u die dag van de Heeren zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht. Het is zoals iemand die vlucht voor een leeuw en een beer tegenkomt, of die, als hij thuiskomt en met zijn hand tegen de muur leunt, door een slang wordt gebeten. Zal de dag van de heren niet duisternis zijn en geen licht? Donkerte, zonder lichtglans erover? Obadja 1, vers 15 Want de dag van de heren is nabij over alle heidenvolken. Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Malachi 4, vers 5 Zie, ik zend tot u de profeet Elia. Voordat de dag van de Heren komt, die grote en ontzagwekkende dag. We vinden de uitdrukking niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Handelingen 2 versen 20 en 21 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heren komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heren zal aanroepen, zalig zal worden. 1 Korinthe 1 vers 8 God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. Filippenzen 1, vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. 1 Thessalonischensen 5, vers 2. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 2 Thessalonischensen 2, versen 1 en 2. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. 2 Petrus 3, versen 10 tot en met 12 Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht. U, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt. De dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Openbaring 16, vers 14. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld. Om hen te verzamelen voor de oorlog van de Grote Dag van de Almachtige God. Deze teksten zijn slechts een selectie, maar het is duidelijk. De Dag van de Heer wordt in de Bijbel beschreven als een dag van ongekende rampen voor hen die Christus verwerpen, maar de Heer verlost zijn volk uit de hand van al zijn vijanden. Terug naar Zacharia 12. Dat de Heer zijn volk zal verlossen uit de hand van al zijn vijanden, wordt in het volgende vers nog eens onderstreept op een andere manier. Zachariah 12, vers 4. Op die dag, spreekt de Heer, zal ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Judah zal ik mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Zoals we al vaak gezien hebben, het paard vertegenwoordigt oorlogvoering. En als een paard schichtig en blind wordt en de ruiter krankzinnig, dan kunnen die niets meer betekenen en geen schade meer aanrichten. Het is de Heer die voortdurend voor zijn volk strijdt. Hij zal al de vijanden blind maken. In blinde woede, in blinde haat stormen de vijanden op Gods volk aan. De beschrijving doet denken aan de paarden en ruiters van de farao, bij de Rode Zee, en aan het leger van de Assyriërs voor de poorten van Jeruzalem, in de dagen van koning Hiskia. Ze zijn zo blind dat ze het gevaar niet beseffen, en niet in staat zijn hun ondergang te ontlopen. In Psalm 68, vers 21 lezen we: Die God is ons een God van volkomen zaligheid. Bij de Heren, de Heren zijn uitkomsten tegen de dood. De Heer Jezus zegt hetzelfde tegen Petrus na zijn beleidenis. In Mattheüs 16, versen 16 tot en met 19, waar we lezen Simon Petrus antwoordde en zei U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader, die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen, en ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen geven. En wat u bent op de aarde zal in de Hemelen gebonden zijn, en wat u onbindt op de aarde zal in de Hemelen ontbonden zijn. Hoe de storm ook mogen woeden in het leven van een gelovige of in de christelijke gemeente, de poorten van de hel zullen nooit macht over haar krijgen. Met gemeente wordt hier niet een aardse instelling bedoeld, zoals een tempel. Een kerkgebouw of synagoge, maar het messiaanse volk van God, dat uit alle ware gelovigen bestaat. Deze gemeenschap wordt als een gebouw van God door Jezus de bouwmeester gebouwd. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht: www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Koeshment en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.